de Griek Patsoulas, woonachtig in het Nederlandse Overschie, uit de regio Rotterdam dus, is ingeschreven voor dit toernooi. Zonder de illusie te hebben dat hij zich met de beste zal kunnen meten, want hij heeft bijna geen ervaring op het ijs met gaten onder. En bovendien is hij met de nodige vertraging vannacht tussen 2 en 3 uur pas aangekomen hier in Oslo, zodat je ook van een optimale voorbereiding in zijn geval bepaald niet kunt spreken. Veel spandoeken, het is een cultus aan het worden wat de Nederlandse supporters betreft. En waar dit spandoek vandaan komt, dat zal u volstrekt duidelijk zijn. Mij in ieder geval wel. Er zijn heel veel spandoeken weer. Nederlanders zijn zeer inventief als het gaat om het maken van spandoeken en het vervaardigen van de meest originele teksten daarop. En in deze lange, lange middag zullen we ongetwijfeld af en toe een beeld via de Noorse cameramensen krijgen op die spandoeken van al die Nederlandse supporters. U kijkt inmiddels naar de bebrulde Robert Dubreuil, Canadees, die straks het spits zal moeten afbijten in het eerste paar van de 500 meter tegen de Australiër Danny K. En ook die K is een mannetje waar ze absoluut niet om moeten lachen, omdat hij een uitstekende schaatsrijder is geworden in de loop der jaren. Gecoacht en getraind door de man die vele, vele toernooien zelf heeft meegereden, Colin Coates. Daar een deel van het Nederlandse kont in Gent. Oranje en ook de vieze poppenbladen in grote getalen daar aanwezig. En ze hebben een lange reis moeten ondergaan om hier te komen. Want het is 1200 kilometer vanuit het midden van Nederland naar Oslo. En als je dat in een bus af moet leggen, dan gaat dat natuurlijk toch tellen. Maar u heeft het gezien en ook gehoord ongetwijfeld. De stemming zit er op voorhand al in bij die Nederlanders op de tribune. Er zijn in dit toernooi 36 deelnemers, 18 paren per afstand, hier is het 3 afstanden althans. En ze zijn afkomstig uit 18 verschillende landen. Dat lijkt dus internationaal gezien vrij goed, vrij breed. Maar u kent het verhaal, de echte top is internationaal gezien ook weer uitermate smal. En misschien zou de ISU toch eens wat dingen moeten verzinnen om daar wat aan te gaan sleutelen, want ik denk dat de tijd zo langzamerhand gaat dringen voor de schaatsport als internationaal sportevenement. Als maar zo weinig landen nog in staat zijn om echte toppers voort te brengen. Nederland is dan natuurlijk een land dat de breedte zeer goed meedoet. Dat is waar, mogen we dan hier maar met 3 man rijden. Behalve Visser Kempke zal dat Bart Veldkamp zijn. Debutant op een wereldkampioenschap, maar een man die deelname aan dit WK overtuigend afdwong tijdens het Nederlands kampioenschap onlangs op de Uithof in Den Haag. U herinnert zich ongetwijfeld nog die prachtige 5000 meter die hij in een rechtstreekse confrontatie met Leo Visser net wist te winnen. En Veldkamp, zijn taak is niet op voorhand om echt hoog in het klassement te eindigen. Als hij dat kan, is het meegenomen. Maar hij staat in ieder geval voor de taak om ervoor te zorgen dat hij na 3 afstanden bij de eerste 20 in het klassement staat. Om daarmee dan weer, en vanuitgaande dat Visser en Kempkes daar ook staan, de 4e startpositie voor volgend jaar te heroveren. Dit is Danny K. op de rug gezien. En de Canadees heb ik u al voorgesteld. Zij vormen zometeen het eerste paar op de 500 meter. Een 500 meter die dus bestaat uit 18 paren. En die zonder onderbreking van een dweilpauze zal worden afgewerkt. Met andere woorden, voorlopig zullen we wel zo'n 3 kwartier minimaal rechtstreeks met gaten voor u bezig zijn. We gaan eraan beginnen aan het wereldkampioenschap. We hebben er ook zin in, want natuurlijk zijn er serieuze kansen voor Leo Visser. Die straks rijdt het 5e paar. En dan onmiddellijk daarachteraan krijgen we Eric Flame en hebben we enige indicatie hoeveel Visser prijs moet geven op die razendsnelle Amerikaan van 22 jaar uit Pembroke, Massachusetts, Eric Flame. De opwarmer geschiet dus door Dubreuil, daar rechts, en K. De snellere op papier is de Canadees, Dubreuil dus, die een persoonlijke toptijd heeft staan van 38.05. 39.22 schrijven we voor Danny K, die met name goed is op de 5 kilometer. Kaartensnelweg, eerste valse start. Het resultaat van veel spanning natuurlijk. Grote concentratie aan het begin van zo'n belangrijk toernooi. Vijfde rit dus, Leo Visser. Straks die 2e rit wordt ook heel belangrijk. Eens kijken wat het Noorse publiek dan doet. Want Nikolai Guljajev, de wereldkampioen uit 87, zal dan starten.
En u weet hoe het met die man is vergaan hier in Noorwegen. Daar is hij niet al te populair vanwege dat dopingschandaal. De herkansing met toch enige oplettendheid vereist voor Danny K. Die aan een valse start op zijn naam heeft staan. Nu goed weg. Dubrui, deze man, met bril en wel tegen Danny K. Dubrui open. Tijd 10-2 om 10-6 voor K. Die 2 is goed. Mooie binnenbocht van Dubrui. Lekker glijden nu, meer krabbelend Danny K. Niet echt een sprinter. En dan kunnen we toch kijken, als Dubrui over de 500 meterlijn komt, wat er hier mogelijk is op het kunstijs van Vallovi. Bijna is de eerste 500 meter weg, afgelopen. En we zijn onderweg met 38-38 voor Dubrui. Zeker geen slechte tijd. En 39-68 voor Danny K. Een van de twee Canadezen, die Dubrui, die goed opent. De ander is Kevin Scott. Twee onbekenden, Lamarche en Pichet, zijn aan het studeren geslagen daar in Canada. En hebben het vaandel overgedragen aan jongelui zoals deze. Dubrui, een man van 21 jaar. Sterk begin van deze Dubrui, zonder enige twijfel. 38.38. Hij was dit seizoen nog niet sneller geweest dan 38.72. En heeft dus de goede vorm bewaard voor dit wereldkampioenschap.